Een parabool heeft top 1,634 en gaat op punt min 6, min 12. Stel de formule op van de parabool in de vorm y is a keer x min d keer x min e. Deze vorm, wanneer is die alleen maar handig? Ja, precies. Als je de nulpunten hebt. Ja, ik heb hier de nulpunten helemaal niet, ik heb de top. En als ik de top heb, dan is deze paraboolvorm handig. X min p in het kwadraat plus q. Dus ja, ik kan wel naar die vorm gaan kijken waar die in het antwoord moet. Maar ja, daar heb ik op dit moment helemaal niets aan. Dus ik focus me op wat ik heb. En dan ga ik straks wel kijken naar wat ik moet krijgen. Ik heb de top. En als ik de top heb, weet ik dat deze vorm handig is. Want dan kan ik in één keer een stuk van de parabool opschrijven. Zo, ik vul de top in. Dan ga ik de a uitrekenen. Dat doe ik door het punt min 6, min 12 in te vullen. Min 12 op de plaats van de y. Min 6 op de plaats van de x. Ik heb er geen makkelijke ervan gemaakt. Oké. A keer. Min 6, min 12 is min 7,5. Oké, gaan we verder. Nou, min 7,5 in het kwadraat is 56,1/4. Keer de a natuurlijk. Plus 6/3/4. Ik verhuis 6/3/4 naar de andere kant. Dan krijg ik min 18/3/4 is 56,1/4 a. Ik wil graag hebben a is. Dus min 18/3/4 deel ik door 56,1/4. Nou, hier pak ik natuurlijk echt wel even mijn rekenmachine bij, hè. Wel goed opletten dat je de breuk goed invoert. En dan krijg je a min 1/3. Dus als formule heb ik dan min 1/3 keer x min 1/2 in het kwadraat plus 6/3/4. Nou, van deze vorm kan ik nooit in één keer naar deze vorm gaan. Dat is de vorm waarin het staat. Ik zal eerst de haakjes uit moeten werken en dan moeten ontbinden in factoren. Dus dat ga ik eerst eventjes doen. Denk erom, hè. Eerst x min 1/2 in het kwadraat uitwerken en dan pas keer 1/3. Dus dit wordt x kwadraat plus 2/1/4 plus naar min 2 keer 1/2 keer x. Dus dit wordt min 3x plus 6/3/4. Haakjes nog een keertje uitwerken. Min 1/1/3 x plus x. En dan krijg ik min 1/3 keer 2/1/4. Dat is min 3/4. Reken maar na met je rekenmachine. Of gewoon natuurlijk op papier. Dan heb ik de rekenmachine gebruikt. Oké. Ben er bijna. Plus x. Nu nog min 3/4 plus 6/3/4. Dat is 6. Oké, hij moet naar de vorm. A keer x min d keer x min 1. Oftewel, het getal voor de x moet x kwadraat even buiten haakjes gehaald worden. Dus min 1/3 keer. Nou, ook hier x kwadraat over. Dan iets met x en dan een getal. Hoe kom ik daarachter? Nou ja, 1/3 keer wat daar staat, hè, voor de x, moet 1 zijn. Dus min 1/3 keer, ik noem het even a, moet 1 zijn. Oftewel, a is 1 gedeeld door min 1/3. Oftewel, min 3. Ja, dus min 1/3 keer min 3 is plus 1. Wat doe ik? Ik neem het getal wat hier staat. En dat deel ik door het getal wat daar vooraan staat. Dus dat doe ik ook met die 6. 6 gedeeld door min 1/3. En dat is min 18. Oké, nou kan ik die min 1/3 voor de haakjes, die kan ik negeren. En ik ga nu dat stuk binnen de haakjes, ga ik ontbinden in factoren. Ik zoek twee getallen keer elkaar, min 18, opgeteld min 3. Nou, dat blijken dan x min 3 en x plus 6 te zijn. Nou, dan laat ik die gekke dubbele haken laat ik weg. En dan krijgen we dit. En hij staat in de vorm a keer x min d keer x min 1.